Geschokte reacties vanuit de hele samenleving op de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het proces tegen de meest gezochte crimineel van het land, Ridwan Taghi. De 44-jarige Wiersum werd vanochtend iets na 7:30 van dichtbij doodgeschoten voor zijn Amsterdamse woning. Zijn vrouw en een van zijn twee kinderen waren op dat moment thuis. De politie zoekt de schutter, een tiener vermoedelijk, tussen de 16 en 20 jaar jong. Misdaadverslaggever John van der Heuvel. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een advocaat die een kroongetuige verdedigt in zo'n cruciaal proces zomaar kan worden doodgeschoten? Ja, dat is de grote vraag. En ik vind dat zelf ook verbijsterend. Dat er kennelijk niet of onvoldoende beveiligingsmaatregelen waren getroffen. Zeker ook omdat de signalen er waren dat de bende waartegen de kroongetuige verklaring heeft afgelegd ook op zoek was naar advocaten en ook eerdere advocaten van Nabil B. al hadden gevolgd. En dat deze man, deze advocaat dus eigenlijk weerloos was, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Ja. Dat zal nu een stevige onderwerp van discussie zijn deze dag. Ja, zeker. De dader tussen de 16 en 20 jaar jong waarschijnlijk. Wat zegt dat? Ik vind het onvoorstelbaar. Ik ben hier zelf ook kapot van toen ik dit vanochtend hoorde. Iemand die doet gewoon zijn werk, die wordt eigenlijk op zo'n vreselijke, wrede manier om het leven gebracht. Door inderdaad waarschijnlijk een jong persoon. Eigenlijk hadden we met elkaar, althans in ieder geval iedereen die ook bij de berichtgeving rond Taghi betrokken is en ook degene die op hem jagen, het idee dat zijn organisatie verzwakt was door een aantal arrestaties, belangrijke arrestaties de afgelopen tijd. En ja, even ervan uitgaande dat het motief ook ligt in wat er nu is gebeurd, dus het onderzoek tegen Taghi. Ja, dan kun je constateren dat die bende nog steeds niet uitgeschakeld is. En dat hij kennelijk ook nog steeds de beschikking heeft over mensen die dit soort verschrikkelijke dingen kunnen doen. En we hebben het in de eerdere liquidaties ook gezien. Dat zijn desperado's. We hebben het gezien bij de broer van de kroongetuige. Dat was een 42-jarige man met een gezin. En nu lijkt het een jongere te zijn. Het arsenaal wat uit deze organisatie kan putten is kennelijk onuitputtelijk. Op het moment dat wij dit opnemen is de jacht op de dader nog in volle gang. Dat is goed om even te vermelden. Nou is Nabil B. kroongetuige in dit proces. Zijn broer is vermoord. Zijn advocaat is vermoord. Hoe kan dat toch? Ik bedoel, kun je dan überhaupt nog wel een kroongetuige in zo'n proces hebben als justitie? Ja, nou, dat zijn allemaal discussies die nu gevoerd gaan worden natuurlijk. Het zou natuurlijk een enorme nederlaag zijn voor misdaadbestrijding in Nederland als we nu met elkaar tot de conclusie moeten komen van nou, we kunnen dit soort middelen niet meer gaan inzetten, want iedereen wordt vermoord. Ik bedoel, je mag nooit zwichten voor misdaad. Alleen het punt is, dit is on-Nederlands wat hier eigenlijk al een paar jaar nu gaande is rond deze organisaties. Er worden aanslagen gepleegd op de Telegraaf, op Panorama. Ik word zelf al anderhalf jaar ernstig bedreigd en beveiligd omdat wij over deze man en over deze organisatie schrijven. Officieren van justitie moeten worden beveiligd. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Want dat... maar dan vind ik het verkeerd om de discussie te starten met van ja, moeten we het daarom maar niet meer doen, dit soort clubs aanpakken of bestrijden. Integendeel, er moet nog een schepje bovenop. Alleen, ja, het is zo zuur en zo wrang en zo triest en verdrietig dat nu al voor de tweede keer onschuldige slachtoffers vallen uit de omgeving van die kroongetuigen. Maar we moeten ook niet vergeten dat er ook al een aantal vergismoorden zijn gepleegd. Ook al andere onschuldige slachtoffers zijn gevallen in dit hele verhaal. Dus het is gewoon verschrikkelijk. Ja, want er is ook contact geweest vanuit de Telegraaf met de familie van Nabil B. En die zeggen eigenlijk van ja, iedereen kan de volgende zijn. Een officier, zeg het maar. Het punt is een beetje dat het zo langzamerhand wel duidelijk is dat deze man niet stopt. Dat hij met een soort wanhoopsoffensief bezig is, ik weet het niet, maar hij gaat gewoon door. En niemand lijkt veilig te zijn op deze manier. Dus dat is een hele ernstige constatering. Ik heb zelf gezegd ook vanochtend van de strijd tegen georganiseerde misdaad in Nederland wordt nog steeds ernstig onderschat. We hebben gisteren een troonrede gehad met allerlei loftuitingen op de economie en over het geld wat binnenkomt, wat allemaal goed gaat, maar geen woord
over bestrijding van georganiseerde misdaad. En dat vind ik heel zorgwekkend. En dit is hier weer het zoveelste excess door. Doordat we gewoon niet in staat zijn om grote criminele organisaties, als waar we het nu over hebben, om die aan te pakken en om die een nekslag toe te brengen. Maar wat moet dan nu de boodschap zijn? Want Nabil B. zegt, ik voel me niet veilig meer binnen dat getuigenbeschermingsproject. Er zijn nu twee mensen die uit zijn naaste kring geliquideerd. Wat moet justitie doen? Wat moet het Openbaar Ministerie doen? Allemaal uitstralen dat we nooit zullen zwichten voor dit soort geweld. We hebben dat ook gezegd toen de aanslag op de Telegraaf plaatsvond. Je mag nooit zwichten voor dit soort geweld. En dat is op een dag als vandaag heel moeilijk. Zeker voor de directe betrokkenen. Hij heeft ook nog andere verdediging. Ik bedoel, wie kan hem verdedigen? Dus dat gaan we nu krijgen. Hè? Dus dat andere advocaten nu ook beveiligd moeten gaan worden. Maar toch mag je niet nu de handdoek in de ring gooien en zeggen, we stoppen hiermee. Je zult moeten doorgaan. En maar het is buitengewoon zwaar en moeilijk voor iedereen die hierbij betrokken is. En op de eerste plaats natuurlijk zijn nabestaanden. Ja, uiteraard. Je moet over zeggen wat je erover wil zeggen, John. Maar jij hebt hier in die zin ook mee te maken dat je natuurlijk ook beveiligd moet worden. Hoe komt dit bij jou zelf binnen? Nou, ik ben hier ook kapot van. Dit is eigenlijk wat steeds in je achterhoofd speelt van wat er zou kunnen gebeuren. Omdat je weet wat de dreiging is. En ik weet ook de informatie die ook in mijn richting was. En heel eerlijk gezegd denk ik dat ik hier nog sta omdat ik zo goed beveiligd word. Zo ernstig waren die signalen. Dus ik vind het een vreselijke dag. Het is een dieptepunt. Ik heb er bijna geen woorden voor om dit uit te drukken. Maar toch vind ik, we moeten doorgaan met het werken. We moeten doorgaan met beschrijven van wat hier gebeurt. En ook advocaten moeten doorgaan met het verdedigen van in dit geval kroongetuigen. Maar dit is natuurlijk wel de boodschap aan justitie. De beveiliging moet op allerlei terreinen worden opgeschroefd. Of Wiersum nou, want daar gingen dan ook weer verhalen over dat hij het misschien. Het beschermen van getuigen, maar ook beschermen van mensen die bedreigd worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad, is toch nog steeds, ondanks alle goede wil en ondanks de verbeteringen die er zijn geweest, toch nog steeds ver onder de maat. Er is onvoldoende geld voor beschikbaar en onvoldoende kwaliteit bij de mensen die het moeten uitvoeren, die het beleid maken. Er zijn ook goede mensen die hierbij betrokken zijn, die hun best doen. Ik zie daar zelf het voorbeeld van, of de voorbeelden om me heen van. Maar er gebeurt gewoon nog veel te weinig op dat vlak. En men moet ervan doordrongen raken dat het beschermen van partijen, mensen, betrokkenen, dat een wezenlijk onderdeel is van bestrijding van georganiseerde misdaad. En zolang je dat niet goed op orde hebt, krijg je dit soort excessen. Ja, en vallen er onschuldige slachtoffers. En dan gaat dat Marengo-proces tegen de moordbende van Taghi, zou je kunnen zeggen, door. Hoe is jouw inschatting daarover? Want dat is natuurlijk aan alle kanten ontwricht aan het raken. Zo. Ja, maar dat zal doorgaan. En sterker nog, dat moet doorgaan. En de verklaringen van de kroongetuigen die liggen, die kunnen als bewijs worden gebruikt. Wat wel een groot probleem is, maar daar hebben we het al vorige week over gehad, is dat de kroongetuigen natuurlijk zijn overeenkomst met justitie heeft opgezegd. Ook de kroongetuigen vindt dat er te veel mis is met zijn bescherming en beveiliging en die van zijn familie. Dus het is een puinhoop. Eigenlijk, zo kan ik het wel samenvatten. Er gaat te veel mis en dat roept wel de vraag op van, nou, is onze overheid, is politie en openbaar ministerie in staat om dit soort grote processen te voeren? Ik denk het wel, maar daar moet alle mogelijke ondersteuning voor zijn. En daar moet ook iedereen van doordrongen zijn dat die steun vanuit de landelijke overheid met middelen, geld en dergelijke gewoon hard nodig zijn. Volop werk aan de winkel en vanuit deze plek natuurlijk ook alle sterkte voor de nabestaanden. Dank je wel. Zeker.